androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. My name is Kara. This is where it all began. The world's forge. Na Fahrenheit, Heavy Rain en Beyond Two Souls komt het Franse Quantic Dream, c'est la vie, ineens met Detroit Become Human. Daniel is aan de slag geweest met de grote nieuwe verhalende titel voor het PlayStation Exclusive platform. Daniel, wat is Detroit? Ja, Detroit naast een stad. Ja, Detroit Become Human is weer inderdaad een verhalende game van Quantic Dream. Met dit keer het thema Android. Ja. De game speelt zich af in 2038, dus 20 jaar van nu. En in 2028 zijn zeg maar door Cyberlife de eerste Androids van de band gerold. Robots. En, robots. Of gewoon menselijke robots. Ja, menselijke robots. Ze zien eruit als mensen. En, ze passeren de Turing-test ook? Of, ja. Ja, okay, ja, is goed te weten. De meeste wel in ieder geval. Je krijgt drie androids onder de knoppen. Je krijgt Kara, Connor en Marcus. En ze hebben alle drie een eigen verhaal. En deze androids die leven tussen de mensen. Eigenlijk zijn de androids gebouwd om de mensen te helpen in alledaagse klusjes. Dus schoonmaken, boodschappen doen. Kijk, een beetje een iRobot vibe? Ja, een beetje wel, ja. Ja. Maar ze nemen dus ook wel werk over. Dus ja. Ze zijn bijvoorbeeld ook bouwvakkers. Maar daar zit dus een kanttekening aan, want aan de ene kant, androids zijn super behulpzaam. Ze hebben geen emoties, ze gehoorzamen je. Dus ja, je kan ze eigenlijk gebruiken als slaven. Maar de kanttekening daaraan is, ze worden ook gebruikt voor werk, waardoor de werkloosheid stijgt. Er is heel veel armoede, waardoor dus ook een soort van haat richting androids. Ja, they took our jobs eigenlijk een beetje. Eigenlijk wel. Eigenlijk South Park, they took our jobs. Het is het perfecte voorbeeld. Ja, en daardoor ontstaat zeg maar de clinch tussen de mens en de android. Waarbij ook nog komt dat door een soort van, waarschijnlijk een software instabiliteit of een software fout. Ja, gaat het fout. Androids creëren uiteindelijk menselijke emoties en ethische waarden en moreel. Het zat eraan te komen. Het is een beetje je standaard beat van op een gegeven moment als we zelf leven gaan maken in de vorm van robots, dan wanneer worden ze net als wij eigenlijk, dat ze inderdaad emoties gaan krijgen. Ik neem aan dat de game zich afspeelt op zeg maar dat moment, dat het net losbreekt van dat het net zeg maar robots met gevoelens opduiken. Net androids dan. Je speelt wel nog een stukje daarvoor zeg maar. Okay. En het is eigenlijk het typische Quantic Dream syndroom dat je, net als in Heavy Rain, begin je met alledaagse dingen. Waar je in Heavy Rain kon douchen en tanden kon poetsen, scheren. Dat soort dingen. Moet je dus in Detroit, bijvoorbeeld met Kara, moet je huishoudelijke klusje doen. Dus je moet het huis opruimen, je moet eten maken. Is het weer met motion controls? Zijn ze daar nu wel van afgestapt? Nee, want dat scheren met een PlayStation controller vond ik heel mooi. Dat hebben ze eruit gesloopt. Het is wel weer inderdaad qua knoppencombinatie typisch Quantic Dream inderdaad. Ja, veel quick time events eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Maar ja, goed, je speelt een stukje net daarvoor, maar ook tijdens inderdaad de eerste oproepen van deviants. Dus de eerste android die dus off the grid gaan, waardoor ook moordzaken uit rollen. Ja, en daar komt zeg maar het grote punt, denk ik, want dat is natuurlijk ook wat we zagen op E3 van Beyond Become, of Detroit Become Human, Beyond Two Souls. Oké, heel veel Quantic Dream door elkaar. Maar wat we zagen van die E3 trailer was destijds echt een beetje wat ik zie als een sign noir. Het was een beetje een detective, maar dan in een soort van, je bent notabene een android, dus je hebt allerlei foefjes en dergelijke, maar je gaat een moordzaak, of in ieder geval een criminele happening, ga je oplossen. Met clues en dergelijke. En het lijkt dan een beetje, voor mij voelt het als sci-fi noir. Een beetje wat Eigenlijk wel. Ja. Het is modern, maar niet te modern, weet je wel. Het blijft best wel een realistische wereld. Een moord is nog steeds een moord. Precies, maar waar wij bijvoorbeeld, misschien is 20 jaar wel heel erg positief gedacht, maar naar zo'n wereld zouden we best wel kunnen gaan met bepaalde hologramtellen. Het is een beetje Black Mirror. Precies. Het is echt Black Mirror. En
ja, de android, of de robots die wij tegenwoordig al hebben, die salto's kunnen maken, die dus deuren kunnen openen. Ja, die zijn eng. Daar gaan wij dus, ja, met Detroit Become Human is echt zo'n thema waar wij naartoe zouden kunnen gaan, ja, uiteindelijk. In die zin is het een soort van speelbare Black Mirror aflevering, omdat Black Mirror wel, pakt altijd één soort van aspect van onze samenleving en vergroot dat en gaat het een soort van hyperbolisch trekken. Ja. En dit is dat dus met AI, robotics en inderdaad hologrammen en augmented reality en zo. Even gewoon gameplay technisch. Wat willen al die technische foefjes en dergelijke inhouden voor onze gameplay? Wat ga je doen met die androids en wat ze kunnen? Ja, je hebt in de wereld interactie. Je kan bijvoorbeeld een soort digitale boeken lezen. Maar je kunt ook over opklimmen. Dus ja, daar gebruik je gewoon kruisje, rondje, vierkantje, driehoekje voor. En okay. R2 en L2 en gewoon al die knoppen. Het lopen is tegenwoordig gewoon weer met de sticks in plaats van met R2, zoals dat in Heavy Rain volgens mij was. Ze hebben gewoon weer de sticks gebruikt. Maar androids, ja, ze zijn modern, ze hebben foefjes. Dus je hebt een soort van scanmodus. Dus als je de R2-knop indrukt, dan komt echt zo'n waas over de game heen. Dan staat de tijd stil en dan kun je de camera 360 graden draaien. Kun je alles in je opnemen. Kun je alles in je opnemen, moet je op zoek naar meestal gele icoontjes waar je dus achteraf interactie mee kan hebben. Dat zijn dan vervolgens je clues weer, waarmee je dus je case kan bouwen of iets? Nou ja, je hebt drie personages waarvan maar één zeg maar de moordzaak moet oplossen. Ja. En dat is Connor, want Connor is door CyberLife gestuurd om de politie te helpen bij deze moordzaken. Ja. En hij heeft dus, Connor heeft dus het foefje om bijvoorbeeld bij een lijk te gaan zitten, te gaan scannen, te gaan analyseren en dus clues te vinden en daarbij ook reconstructies te maken. Dus hij neemt in zich op van beetje daar Batman. Die Batman maakt met hologrammen ook precies, altijd die... Dat soort dingen. Dat hij, daar is een schotwond, daar zit een kogelgaat in de muur. Dan moet dit gebeuren. Dus, precies, en dan kun je dus analyse maken en dan zie je dus een scène van wat er mogelijk gebeurd zou kunnen zijn. Ik vind het een beetje cheaten in de detective wereld, maar dan snap ik die werkloosheid ook alweer. Ja, precies. Maar het is gewoon heel erg vet, omdat je op die manier op zoek kunt naar clues. En het grappige is dat heel veel dingen gaan op tijd en een beetje op welke volgorde je bepaalde clues zoekt. Mm-hmm. Want ben je niet snel genoeg of sla je bepaalde clues over, dan kan het consequenties hebben voor later in het verhaal. Ja, dat je bepaalde dialoogopties niet hebt. Maar dit is natuurlijk altijd een beetje, het is misschien niet een gimmick, maar het is wel Quantic Dream's MO. De consequenties en dergelijke, zij zijn een beetje achter dat hele butterfly effect gekomen natuurlijk. Ja. Hoe is dat in Detroit? Want jij hebt dan, ik neem aan dat je hem helemaal hebt uitgespeeld. Ja. En hoe is het dan bijvoorbeeld, ben je dan ook teruggegaan om te kijken van, als ik andere dingen aanpak of als ik dingetjes zeg maar wel vind die ik eerst niet had gevonden, wordt het verhaal dan ook echt anders? Ja, want zeker, na elk hoofdstuk, je hebt iets meer dan 30 hoofdstukken, na elk hoofdstuk krijg je een flowchart te zien, echt zo'n soort van wedstrijdschema. Dat begint met één blokje en dat verschuift naar twee opties en dan bouwt dat zich uit naar een heel web van mogelijkheden. En per personage, bijvoorbeeld Kara die neemt Alice, waar hij zeg maar, dat is het dochtertje van de vader, waar zij in het huis hielp. Ja. Zij vlucht met Alice en je moet dus met Alice en met andere personages moet je ook relaties opbouwen. Oh. En je kan dus, je kan dus heel koud blijven, je kan dus heel lullig doen tegen mensen, maar dan dat verandert ook wel de mogelijkheden in het spel. En hoe verder je in het spel komt, in feite wel, maar hoe verder je in het spel komt, hoe uitgebreider de flowcharts zijn. Want in het begin dacht ik, dit is best een grote flowchart en aan het einde heb je echt gewoon een shitload aan mogelijkheden. En als je die inderdaad dan speelt, want Kara is op de vlucht. Marcus die is door een bepaalde gebeurtenis, moet hij ook vluchten en moet hij zeg maar tegen de mensen strijden. Maar in het verhaal kun je er dus ook voor kiezen van, kies jij als android de vrijheid? Of om terug te keren naar de mens? Of keer je terug naar de mens en blijf je gehoorzamen. En daarin zitten best wel heftige ethische en morele keuzes. En dan denk ik weer meteen aan Westworld.
Nou, die heb ik niet gezien. Oh ja, dat zijn natuurlijk ook... Nou ja, ik denk als je Westworld tof vindt, dat je bij Detroit ook wel aan kan voor je een soort van postmodernistische Android-ethische kwesties. Ja, dus jij ook, als je Detroit tof vond, wat ik wel het idee krijg, moet je misschien een keer Westworld proberen. Ja. Maar dat is wel leuk dat ze dat spelen, want het is een heel interessante setting die ze hebben. En dat ze dus ook gewoon, ja, het zat natuurlijk aan te komen, is een inkoppertje. Dat ze in die verhalen natuurlijk ook die morele en ethische kwesties een beetje erin poppen. Ja, want Heb je moeten huilen? Nee, niet moeten huilen, maar je creëert... Het is heel dubbel, want je creëert wel een band met de androids. Omdat ze dus echt als slaven worden behandeld. Want er worden gewoon sigaretten op hun armen uitgedrukt. Maar ze hebben geen emoties. Nee, precies. Alleen, ze creëren dus emoties. En dan ga je ze dus als mensen zien. En dan krijg je op een gegeven moment bepaalde keuzes van... Ja, fuck. Ga ik vluchten? Ga ik de confrontatie met de politie aan? Vermoord ik die ene persoon of android of iets? Of pak ik het toch heel anders aan? En daarin zijn de keuzes... Ja, kijk, je kan natuurlijk heel erg zijn van fuck it. We zijn androids, we willen vrijheid, we gaan gewoon vechten. Of je gaat inderdaad echt relaties opbouwen en je bent wat milder en je wil echt... Ja, zorgen voor een goed einde. Hoeveel eindes zijn er? Want dat is nu wel een beetje... Kijk, je hebt die enorme flowcharts, maar het maakt natuurlijk allemaal... Die flowcharts zouden naar mijn idee niks uitmaken als er maar 2 of 3 eindes zijn. Dan denk ik van, kun je een hele grote flowchart hebben, maar het heeft uiteindelijk te weinig repercussies. Ja, er zijn er... Ja, ik weet niet precies hoeveel, maar... Er zijn er wel een boel. Ja, er zijn er sowieso wel meerdere, maar het verhaal kan ook voor sommige personages eerder stoppen. Oh, kijk, dat zijn die echte consequenties. Ja. Dat is gaaf. Daar ga ik verder niks over zeggen. Nee, niks spoilen. Spoilervrije review. Het mooie is, ik ben tot een einde gekomen en als je dan die flowcharts terugkijkt... Dan zie je inderdaad bepaalde paden die gewoon heel opeens abrupt stoppen. Dan denk je, kut, dat ben ik. Dat heb ik gedaan. Nee, want die van mij ging dan verder. Maar dan dacht ik van, waarschijnlijk als ik die keuze had gemaakt, dan was dit gewoon fout gegaan. Dan was het verhaal voor deze persoon gewoon voorbij. Weet je? Dat is gewoon heel erg Heavy Rain. Omdat je dus, als je verkeerde keuzes maakt, dan... Ja, verkeerd, weet je, geen enkele keuze is een verkeerde keuze. Precies. Maar, als je inderdaad een bepaalde keuze maakt... Kan het verkeerd gaan? Ik wil eigenlijk een soort van grote laatste vraag hebben. En dat is dit de beste Quantic Dream game tot dusver? Is dit groter en epischer en heeft het meer consequenties dan bijvoorbeeld een Fahrenheit, een Heavy Rain, een Beyond Two Souls? In het geheel wel, maar dat komt gewoon omdat ze en een heel erg relevant thema pakken. Ja. Dat heel sterk uitwerken. Wat vernieuwing brengen in de gameplay. Qua natuurlijk dat scannen en die clues vinden en bepaalde paden uitkiezen. Want als je bijvoorbeeld moet vluchten voor de politie, dan kun je ook meerdere paden kiezen. Dat kun je dan scannen van oké, klim ik daar op of ga ik dan op mijn bek? Neem ik de snelle weg, maar de gevaarlijke weg? Of neem dat zijn ik een beetje de kleine keuzes. Precies, dat zijn een beetje de kleine keuzes. Dat zijn wel hele toffe vernieuwingen. Ja, plus de... je kan niet vrij rondlopen in Detroit, maar je hebt wel wat vrijheid binnen die gebieden. En het is een sfeervolle... Het oogt allemaal wat groter en wat... Ja, in dat opzicht is het inderdaad de meest uitgebreide en meest intense ervaring van Quantic Dream ooit. Maar het is heel moeilijk om te vergelijken, omdat... Het zijn compleet andere settings. Ja, want ik heb even een tijdje terug nog gespeeld en eigenlijk... Ook die game is heel intens, want bij een verkeerde keuze kan je personage sterven. Ja. Dat kan in deze game dus ook, maar qua totale sfeer, qua mogelijkheden, qua echte consequenties en qua die hele flowchart en zo, denk ik wel dat het gewoon een van de meest verfijnde Quantic Dream games is. Dat vind ik een groot statement. Then again, Quantic Dream maakt ook maar, weet je wel, 1 game per 5 jaar of zo. Ja, zoiets. De Fransozen zijn wat langzamer, maar er komt wel iets uit voort. Een leuk feitje is dat de eerste teaser trailer waarvan we dachten dat het bijvoorbeeld voor Beyond was... was uiteindelijk voor Detroit Become Human. Want in 2012, 2013 kwam dus een trailer uit, de Kara trailer. En dat ging dus over androids. En uiteindelijk is dat dus de Kara geworden...
in de game die we kennen. Oh, dus dat ze is hebben... echt een video die is verschenen voor de release van Beyond Two Souls. Maar dat ging al over Detroit. Dat ging al over Detroit Become Human. En het mooie is dat dus... In die video heette die Android al de AX400. En dat is Kara nog steeds. Oh, oké. Okay. Dat zijn van die hele subtiele kleine dingen waar teasertjes. Dus onlangs achterkwam. En ja, het grappige is, dat moet je zelf achterkomen. Maar er zitten wat referenties in van vorige keer. Ja, dat zat er natuurlijk ook aan te komen. Dat lijkt me een inkoppeltje. Dat is vet. En... Ja, die Fransozen zijn ook gewoon trots op hun games. Dus dan neem je ook aan dat natuurlijk ergens in Detroit staat waarschijnlijk een reclame voor Heavy Rain of iets. Bijvoorbeeld. Ja. Of de dingen. Nou goed, anyway. Laatste verdict, even laatste noot om op uit te gaan. Want ik denk dat je razend positief bent. Ik zal niet vragen naar het punt. Daar hebben we een geschreven review voor. Maar ik wil de game wel eigenlijk al een punt geven. Oké, dan geef je een punt. Let's go. Ik geef de game een 9. En dat komt omdat het het is een typische Quantic Dream game en daar moet je van houden. Wil jij echt een meeslepend verhaal met keuzes die consequenties hebben en morele uitkomsten, dan is het echt een game voor jou. Maar je moet, je levert gameplay in, maar daar krijg je heel veel intense belevingen en echt een heel goed verhaal voor terug. Want het thema is ook vet. Een paar dingetjes die misschien tegenvallen zijn, qua gameplay, dat toch de quicktime events of dat het camerawerk niet helemaal goed werkt. En ik ben nog één klein dingetje vergeten. Soms bij dialogen krijg je een aantal opties, maar die bestaan vaak maar uit één woord. En dan moet je dus maar uitvissen wat de zin is die wat uiteindelijk de zin is. En soms is dat een beetje, denk ik, dit is voor mij de beste keuze. En dan wordt iets heel anders gezegd. Dat is een beetje het Fallout syndroom. Dat je zegt funny en dan scheelt iemand uit. Dat je denkt, maar dat was dat wou ik niet. Maar, dat zijn een beetje die kleine dingetjes waarvan ik dacht, meh. Die kunnen ze nog verbeteren. Daar kunnen ze later nog inderdaad tekst aan toevoegen. Of bijvoorbeeld. Hoe dan ook. Maar over het algemeen is het echt een fantastische game. De game kun je meerdere keren uitspelen. En vind je het thema vet? Vind je hun game tof? Pak hem zeker op, want het is zo enerverend. Het is zo meeslepend en je bent er toch flink wat uurtjes mee zoet. Netjes. Als je meer over wil weten, lees een geschreven review die Daniel zal schrijven, waar ook een mooie 9 op geprijsd staat. Zeker. En sowieso voor meer trailers, nieuws, video reviews, reviews, previews, allerlei andere dingen. Check gamersnet.nl, we hebben het allemaal van Detroit, maar ook een heleboel andere games. Dus laat ons vooral weten wat jij vindt van de game. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Thanks Daniel voor het aanschuiven. Geen probleem. En hopelijk tot snel op gamersnet.nl. Niet zwaaien. Oh. Meestal doe ik mee, maar ik denk, klaar mee.